van hier naar daar en van door nog gunder. Dus dat is, ik ben een Hollander, maar ik ben dus wel een Twentenaar geworden. Ja, nou en dat gaat dan zo verder. Dit wordt de voorkant van uw boek. Daarvoor komt een woord vooraf. Er komen dus, ik heb 4 kinderen van mijn eerste vrouw en 4 van mijn tweede vrouw. Dus die krijgen allemaal een exemplaar. En dan is het goed. En willen ze het lezen, is het mooi. En willen ze het niet lezen, nou, dan moeten ze maar op de plank leggen. Ik weet het ook niet. Waarom wilt u dat boek schrijven? Waarom vindt u dat belangrijk? Ik kreeg een boek van een kleindochter en van mijn dochter. Pa vertelde en opa vertelde eens. En toen dacht ik van, ja, wat weet ik nou van mijn vader? Ik weet er eigenlijk niets van. Er werd vroeger niet over gepraat. En dus zodoende denk ik, ja, dan ga ik een boek schrijven van mijn kleutertijd af tot nu. En daar hoort dit dan ook in. Hè? Dat is dan een periode van de oorlog. Mijn ouders die waren dus, die woonden in Utrecht met mijn broer. En toen kreeg ik in december, en ik was in Nijverdal al ondergedoken. En toen kreeg ik dus, begin december, kreeg ik een brief van mijn ouders. Dat ik kon tussen de regels door, kon ik wel lezen dat het armoe was wat voedsel betreft. Nou, toen heb ik alles bij elkaar gezocht bij de familie en kennissen. En ik had dus op den duur had ik een grote koffer en een grote plunjezak met voedsel. Havermout en meel en noem maar op, van alles wat. En toen kreeg ik bericht, of ik had al bericht gekregen, dat er in Nijverdal, hoewel ik een haat had tegen de Duitsers, een Duitse wagen altijd een parkeerplaats had aan het eind van de Rijzenseweg. En daar stopten ze dan even en dan gingen ze verder naar het westen. Ik kruip erin en ik gooi de zak erin en ik gooi die koffer erin. Nou, naar Utrecht toe. Toen ben ik naar huis gelopen. En toen druk ik op de bel daar. En mijn broer deed open. Hij had wallen onder de ogen en hij kijkt me aan. En toen zegt hij, waar kom jij vandaan? Ik zeg, nou, ik kom voedsel brengen en als je dat niet past, dan ga ik weer terug, jongen. En nee, zeg ik, alsjeblieft. Nou, gauw naar binnen. En dat was geweldig. Het was feest, hè. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan op de fiets terug. En dan verkleden we ons als dames. Je kunt geloven of niet. En we fietsen daar. En aan de overkant staat een Duitse soldaat. Geweer over de schouder. En ik kom er aanrijden en hij gaat oversteken. Ik denk, oh, dat is mis. Maar hij wacht even op mij. En dan gaat hij naar de andere kant. En Lucas die fietste achter mij. En dus er was niks aan de hand, maar het was wel even schrikken natuurlijk. Aan de andere kant van de brug toen zeiden nou joh, we hebben het gered. Wanneer is het af? Nou, ik was van plan om het met mijn verjaardag af te hebben, maar dat lukt niet. Wanneer bent u jarig? 7 mei. Dat is al heel snel. Ja, dus het loopt iets uit. Oké.